Uitwerking van de ruimtelift, onderdeel van het examen 2016 VWO tijdvak 1. Het begint met eerst het lezen van onderstaand artikel. Druk even op pauze, lees even door en haal uit de tekst wat belangrijk is. Okay. Er staan totaal geen echte gegevens in, althans geen getallen en dergelijke. Maar wat wel belangrijk is, is dat het gaat over geostationaire satelliet. Ja, en er staat ook nog bij wat een geostationaire satelliet inhoudt. We lezen even verder. Het gaat dit keer over figuur 1, waarin de gravitatiekracht staat weergegeven en de middelpuntzoekende kracht. De vraag die hierbij hoort is, wat is de geostationaire hoogte? Nou, eerst eventjes, denk even na, gravitatiekracht en middelpuntzoekende kracht. Wat zijn dat ook wel weer voor krachten? Nou, allereerst de gravitatiekracht. Ja, je zou het eigenlijk moeten weten, eventueel met BINAS, maar dat kost eigenlijk wel weer heel veel tijd om alles op te zoeken. Gravitatiekracht is de gravitatieconstante maal massa van de satelliet, massa van de aarde waarom je heen draait en gedeeld door r². En middelpuntzoekende kracht, ook hier weer de formule mv² gedeeld r. En gevraagd de geostationaire hoogte, dus gevraagd wordt wat geldt op dat punt. En je ziet, op dat punt is de gravitatiekracht gelijk aan middelpuntzoekkracht en dat gaan we dus gebruiken. Dus Fg is Fmpz. Invullen van een formules en dan zie je dat je de massa van een satelliet links en rechts kunt wegstrepen en links en rechts staat ook de r. Je houdt natuurlijk nog wel 1r aan de linkerkant over. En als je alles wegstreept, dan hou je deze over. Nu kun je die r nog niet berekenen, want je weet v niet. V, wat is dat? V is de omloopsnelheid. En hoe bereken je omloopsnelheid? Omloopsnelheid voor een cirkelbeweging is gelijk aan afstand gedeeld door tijd. En afstand is dan die omtrek van de cirkel, dus 2πr. Gedeeld t, en die omlooptijd t, dat is in dit geval 24 uur, want het is een geostationaire satelliet. Die draait gelijk met de aarde mee. Dit vul je in de formule die je hier hebt staan. Dus je vult voor v deze formule in, natuurlijk wel het kwadraat ervan. En je herschrijft de formule eventjes. En dan krijg je dat r tot de macht 3 is, nou deze uitdrukking. Goed, even invullen van de diverse gegevens. Allereerst die hoofdletter g, de gravitatieconstante. Is niet de gravitatieversnelling, dus niet 9,81, maar binnen 7. Hoofdletter g, 6,67 keer 10 tot de macht min 11. De massa aarde natuurlijk ook BINAS. BINAS 31. Zoek zelf ook even op in BINAS. Het is ontzettend makkelijk als je precies weet waar het een en ander staat. Dat scheelt een hoop opzoektijd tijdens het examen. En tenslotte de hoofdletter t, de omlooptijd in seconden. En dit alles vul je in. En je krijgt dan voor r deze waarde. Daar haal je de derde machtswortel van. En dan krijg je dus tenslotte r is, nou hier staat hij. Maar dit is niet het eindantwoord. Want je hebt de satelliet boven de aarde en je hebt nu r berekend. Maar gevraagd wordt de hoogte h. Dus je moet nog r aarde er van afhalen. Oftewel de hoogte, die is dus de gevonden waarde van r min de straal van de aarde. En tenslotte krijg je nu het eindantwoord 3,59 keer 10 tot de macht 7 meter. Hoe kon je hier de punten verdienen? Wel, allereerst inzicht dat die fg is fmpz, wel met meteen de juiste formules ingevuld. Inzicht voor de snelheid, dat die 2πr gedeeld door omlooptijd is. En je moet wel hebben dat t is 24 uur. Ja, dus inzicht van een geostationaire satelliet. En ergens heb je aangegeven dat die straal van de aarde ertoe doet. En tenslotte completeren van de berekening. We gaan verder. Modelstudie gaat van een kabel uit. Hier staat hij. Ja, en punt B is dus verder weg en de kabel staat strak gespannen. Gevraagd
legt dit uit met, en dit is wel belangrijk, met behulp van figuur 1 en figuur 2. Dus je moet beide figuren hierbij gebruiken. Uit figuur 1 zie je dus dat als B verder weg is dan die geostationaire hoogte, ja, dat dan de middelpersoonlijke kracht groter is dan FG. Kijk, want B, ja, is ergens hier. Ja, dit hier is de geostationaire hoogte en B bevindt zich verder weg. En op dit plek hier is middelpersoonkracht groter dan de gravitatiekracht. Dat betekent dus dat ten opzichte van de gravitatiekracht, ja, dat ik een extra kracht nodig heb om de middelpersoonkracht te leveren. Want let op de geostationaire hoogte heb ik een gravitatiekracht en de middelpersoonkracht is daar precies gelijk aan. Dus die gravitatiekracht, dat is de middelpersoonkracht. Maar bij B is die gravitatiekracht veel kleiner, terwijl de middelpersoonkracht daar juist veel groter moet zijn. Kortom, er moet een extra kracht zijn en dat is de trekkracht van een kabel, in feite de spankracht. Ja, dat is die erbij. Ja, de gravitatiekracht en de trekkracht van een kabel, die zijn samen precies genoeg om die middelpersoonkracht op te lepelen. En dan heb je dus de derde wet van Newton van, hey, als de kabel een kracht uitoefent op B, dan oefent B dus ook een even grote, maar tegengestelde kracht uit op de kabel. En dus zal de kabel strak gespannen zijn. De punten weer. Nou, allereerst, kijk, die eerste, dat kon je natuurlijk eenvoudig doen, hè? Van, hey, wat betekent dat daar als je figuur 1 moet gebruiken? Nou, dan zie je meteen, middelpersoonkracht is groter dan de gravitatiekracht. Ja, dus dat is eigenlijk een punt die je altijd moest hebben. De andere twee punten, ja, natuurlijk ook. Maar goed, hè, stel je voor, je wist het even niet. Dan had je toch in ieder geval die ene punt wel moeten kunnen halen. We gaan weer verder. Een model erbij. Ja, tegenwoordig heb je bijna in ieder examen één model. Ja, zo'n grafische of eventueel hem met tekst erbij. En het is een combi van grafisch en veel tekst erbij. En gevraagd werd hierbij een drietal opdrachten. En die drietal opdrachten gaan we eventjes één voor één bij langs. Opdracht 1. Wat wordt berekend in formule 1? Ja, en formule 1 staat daar boven hem. Dus dat is deze. Die formule moeten we even gewoon bekijken wat het inhoudt. En dan ga ik dus met links beginnen, dw. Nou, hoofdletter W is arbeid. En de kleine letter T, D, die geeft aan dat het een verandering is. Ja, dus dit is een verandering van arbeid. Dan gaan we naar de motor toe. Ja, F motor, nou oké, okay, prachtig. Voorstuwkracht van de motor. En tenslotte dx. En net zoals met dw, is dx een verandering van de afgelegde weg. En dat houdt dus in dat deze formule, ja, geeft aan hoe de arbeid verandert als de afgelegde weg ook verandert. Ja, belangrijk is wel hierbij dat het woord verandering erbij in staat. De tweede opdracht. Formule 2 moet worden aangevuld. Oftewel, ja, die D in brandstof, wat hoort daarachter te staan? Nou, D en brandstof, er staat weer die D voor, dus het is een verandering van de hoeveelheid brandstof en in dit geval natuurlijk een afname van de brandstof. En wat is met de brandstof aan de hand? Staat erboven, ja, M brandstof is, nou, hè, M brandstof min D en brandstof. En hoe komt die afname? Afname krijg je omdat er arbeid wordt verricht. En die arbeid, ja, die kost brandstof. Hoeveel brandstof? Nou, dat is, welke brandstof heb ik? Ah, kijk, daarboven staat de verbrandingswarmte. Die is 30 keer 10 tot de macht 6. Dus zoveel energie zit er in de brandstof. Oftewel, hoeveel brandstof heb ik? Dat is dan de hoeveelheid arbeid gedeeld door de verbrandingswarmte. Ja, want hoeveelheid arbeid, ja, stel je voor, die is 60 keer 10 tot de macht 6. Dan heb ik dus een brandstof nodig van 60 gedeeld door 30 is 2. Ja, even een getalvoorbeeldje. Ten slotte, hoe kun je zien dat de snelheid
constant is. Nou, de snelheid staat op één plek hier en dat is daar. Ja, en je kunt zien, je kunt zoeken wat je wilt, maar nergens anders staat iets dat er met de snelheid gebeurt. Kortom, de snelheid verandert niet. De punten. Nou, allereerst het eerste punt. Hè, in zich dat de arbeid berekend wordt om een stukje omhoog te gaan. Let op, hè, staat een stukje omhoog te gaan. Het is niet een verplaatsing, maar er wordt echt gezegd van een klein stukje dx omhoog. Nou, 2 is de formule. En de derde is van, ja, hij verandert gewoon niet. Er staat nergens dat hij verandert. Vervolgens, lees het weer eventjes. Er staan weer veel gegevens. Ja, je hebt 2 situaties. 1 met 10 keer 10 tot de macht 3 kilogram brandstof. En een lijn met 5 keer 10 tot de macht 3 kilogram brandstof. En in beide gevallen komen ze boven en in beide gevallen hebben ze zelfs nog brandstof over. En de vraag is, leg uit dat die lift dan toch boven komt, ondanks dat hij minder brandstof heeft. En belangrijk is, de toevoeging, gebruik daarbij de formules. Goed, we gaan eerst even kijken van wat gebeurt er als de massa van de brandstof afneemt. En dan pakken we natuurlijk een model er even bij. Ja. En massa van een brandstof, ja, waar staat die? Kijk, die staat daar. Je ziet dus, als je minder brandstof hebt, dan heb je dus ook minder totale massa. En die totale massa, ja, die zit natuurlijk op die plek daar, maar die zit ook daar. Dus de totale massa heeft invloed op de middelpersoenenkracht, die zal kleiner wezen, maar ook de gravitatiekracht neemt af. En dan zal het betekenen dat de motorkracht ook afneemt, want die motorkracht die is dus afhankelijk van Fg en Fmpz. En omdat in beide termen, ja, zowel in Fg als in Fmpz, komt die M totaal voor. Dus is de motorkracht recht evenredig met M totaal. Dus als M totaal afneemt, dan zal de motorkracht ook afnemen. En de motorkracht die heeft rechtstreeks gevolgen voor de geleverde arbeid. De arbeid die zal ook afnemen. Nou, en als je minder arbeid levert, dat is logisch, dan heb je ook minder brandstof nodig. En vandaar dus dat die dan toch boven komt, want je hebt minder brandstof mee, maar je hebt ook minder brandstof nodig. De punten, nou, inzicht dat die motorkracht afneemt en dat daardoor de arbeid afneemt. En je moet in ieder geval 2 modelregels of formules hebben gebruikt. Vervolgens, lees het weer eventjes door. Ja, je ziet een VT-diagram. De vraag is, bepaal de resulterende kracht op T is 1 dag. Nou, welke gegevens heb je hier? Dat is de massa. En ook een gegeven, heel belangrijk is, dat je een VT-diagram hebt. En een VT-diagram, 2 dingen kun je eruit halen. Het oppervlak onder het VT-diagram is gelijk aan de afgelegde weg. En de steilheid is de versnelling. In dit geval gevraagd wordt een kracht, massa zal gegeven, dus heb je de versnelling ook nodig, want je maakt straks gebruik van F is M keer A. Goed, de versnelling. Je tekent een raaklijn aan het VT-diagram. Zorg ervoor dat de raaklijn altijd zo groot mogelijk is. Je tekent een driehoekje erbij. En in het driehoekje heb je delta V en delta T. En je kunt een A berekenen met A is delta V gedeeld delta T van de raaklijn. Aflezen, invullen, uitrekenen en je krijgt een versnelling. En die vul je in en dan krijg je dus een waarde voor FRS. En die is hier 0,45 newton. Punten. Allereerst inzicht dat je raaklijn moest gebruiken. Daarna
daadwerkelijk gebruik van de raaklijn. En let op dat t in seconden, hè, heb ik zo net eventjes niet gespecificeerd, maar hier, hè, let op, in seconden ingevuld. Gebruik van f is m keer a, fs. En tenslotte completeren, geen regelfouten, eenheden, significantie, etc. etc. Dan, vervolgens wordt gevraagd om de hoogte van de lift op de t is 1 dag te berekenen. En dan krijg je dus weer van, hey, het VT-diagram. Nou, en het oppervlak is de afgeleide weg. En die afgeleide weg is de hoogte. Dus gevraagd wordt puur van hoe groot is het oppervlak eronder. Nou, kijk, ik heb al twee hokjes gearseerd. Dat zijn ongeveer twee. Nou, dat is natuurlijk nog niet alles, want ik heb daar ook nog wat. Die twee samen zijn ook ongeveer één. En hou ik nog een klein stukje over. En acht, dat is ongeveer een kwart. Dus in totaal 3¼ hokje. Moet je natuurlijk wel even weten van hoe groot is één hokje. Nou, één hokje hier, is hier een halve dag en een snelheid van 5 meter per seconde. Dus je kunt berekenen de verplaatsing die met één hokje is, v keer t, oftewel één hokje is, let op, t natuurlijk wel weer in secondes, maal de snelheid in meters per seconde, oftewel de totale hoogte is die 3,25 hokjes, maal wat één hokje voorstelt. En dan kom je op 7 keer 10 tot de macht 5 meter. De punten weer. Nou, inzicht dat je het oppervlak moest gebruiken. Bepalen van oppervlak met de tijd 1 seconde meteen. En tenslotte completeren van de bepaling.